Ja, dames en heren, en daar zijn we weer met bijna al het laatste onderwerp. Eén laatste onderwerp over de suikerbus. Vraag 19, 20 en 21 gaan daarover. Onderwerp suikerbus. Op de foto zie je een suikerbus waarin zakjes suiker worden bewaard. Het grondvlak van de suikerbus is een vierkant met een afgeronde hoek. De zijde van een vierkant is 21 centimeter en de afgeronde hoeken hebben de vorm van een kwart cirkel met een straal van 1,5 centimeter. Nou, daaronder zie je een schematische tekening waarin die afmetingen nog eens even worden aangegeven. En ook die halve hoekjes eraf, hè, met een straal van 1,5 centimeter, zijn kwart cirkeltjes en dat is even goed om te weten. De eerste vraag: bereken hoeveel vierkante centimeter de oppervlakte van het grondvlak van de suikerbus is en schrijf je berekening op. Nou, in dit geval ga ik gebruik maken van de schematische tekening die je hier ziet. Nou, en wat ik namelijk als eerste ga doen, is uitrekenen hoeveel de oppervlakte is van het vlak wat hier in het midden is. Nou, als je weet namelijk dat de gehele breedte en ook dus de hoogte van dat vlak 21 centimeter is, maar de straal is 1,5, dan wil dat zeggen dat de lengtemaat, dus ook de breedtemaat hier, dat 21 min 1,5 en min nog een keer 1,5 is. Ja, want hier is het 1,5 centimeter, daar is het ook 1,5 centimeter. Nou, haal ik dat van die 21 centimeter af, dan hou ik dus nog 18 centimeter over. Dus dit is 18 centimeter. Nou, hier, dit is ook 18 centimeter. Dus het vlak hier in het midden, en dan noem ik dus oppervlakte van het vierkant. Oppervlakte vierkant. Zo. Is dus 18 keer 18. Nou, en dat typ ik in mijn rekenmachine, 18 keer 18, en dan komt er dus uit 324 vierkante centimeter. Nou, nu ga ik de rechthoekjes uitrekenen. Dus de rechthoekjes, deze en die, deze ook en die. Dus vier stuks. Nou, en die hebben dezelfde lengtemaat allemaal. Waarbij, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de meest bovenste, deze lengte van hier naar daar, dat is weer die 18 centimeter. En dat stukje, ja, dat is dus die straal van die cirkel, en dat is 1,5. Oftewel, even een blauw busje erbij. Ik noem het de oppervlakte van de vier rechthoeken. Rechthoeken. Dat is dus 18 keer 1,5. Maar omdat ik er daar 4 van heb, vermenigvuldig ik dat met 4. Nou, typ ik in mijn rekenmachine 18 keer 1,5 en dat keer 4. En dat komt eruit 108 vierkante centimeter. 108 vierkante centimeter. Nou, nu gaan we die cirkeltjes uitrekenen. Kwartcirkeltjes. Dus in elk hoekje zit een kwartcirkeltje. Daar, daar, daar en ook daar. Nou, hoe bereken je de oppervlakte van de cirkel? Dan mag je dus weer die formulegebad gebruiken. Doe dat dan ook, hè. De oppervlakte van de kwart cirkels. Zo. Cirkels. Oppervlakte van de cirkel is pi. Keer straal in het kwadraat, dus 1,5 in het kwadraat. En wil ik een kwart ervan hebben, dan deel ik dat antwoord dus door 4. Ja, dus pi keer 1,5 in het kwadraat is een hele cirkel, maar ik heb maar een kwart nodig en dat gedeeld door 4. Maar ik heb, zoals je hier in de tekening ziet, 4 van die kwartcirkels. Dus dat antwoord moet ik weer keer 4. Nou, op het moment dat je eerst gaat delen door 4 en later weer gaat vermenigvuldigen met 4, en dan valt dat eigenlijk van elkaar weg. Dus als je gewoon intypt pi keer 1,5 in het kwadraat, dan is dat voldoende.
Dan ga ik doen pi keer 1,5 in het kwadraat. En je mag ook gewoon gedeeld door 4 keer 4 doen. Als je zegt van ja, dat vind ik toch gewoon safer. Prima. Maar dan komt 7,068 5. Ga zo maar door vierkante centimeter. Nou, en nou heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb. Want de totale oppervlakte. Moet ik dus die antwoorden die hierboven staan, ga ik dus bij optellen. Dus 7,068, ga zo maar door, plus 324 en plus 108. Zo. Plus 324 en plus 108. En daar komt uit bij mij 439,0685. Puntje. Vierkante centimeter. Ja, lees even de vraag. Bereken hoeveel vierkante centimeter de oppervlakte van het grondvlak is. Schrijf de berekening op. Het staat niet bij op hoeveel decimalen. Dus ik doe het dan op 1 decimaal. 439,1 vierkante centimeter. Zo. Nou, en dan denk ik dat dit mijn antwoord is van vraag 19. Ik vul dit heel even uit. Dat we de antwoorden even beter zien. Want dan gaan we eens even kijken of we de juiste stap hebben gedaan, of we de volledige punten krijgen. Ik kijk altijd eerst even naar het eindantwoord en die hebben we eigenlijk al goed, hè? 439 staat er, dus perfect. Dus ik denk dat de volledige 4 punten binnen zijn. Nou, in dit geval hebben wij hier bij optie 2, die hebben wij gekozen. Dus hier dat doen ze dat ook, hè? 18 keer 18. Daarna zeggen ze de oppervlakte van de 4 kwart cirkels, nou dat hebben wij ook uitgerekend. De oppervlakte van de 4 rechthoeken hebben wij gedaan. En dan tellen we alles bij elkaar op. Nou, bij optie 1 hebben ze 21 keer 21 gedaan. Dus dan zijn ze juist iets te veel aan het uitrekenen. Ja, en dan halen ze die kantjes er vanaf. Nou, kies de mogelijkheid of de optie die jij het makkelijkst vindt. Waarvan je zegt van ja, dat is de optie die ik ook zou nemen. Want dat is natuurlijk het eenvoudigste. Pas de manier toe die het dichtst bij jezelf ligt. Oké, dan gaan wij naar de volgende vraag. Aan de voorkant van de suikerbus zit een klep die opengeklapt kan worden om de zakjes suiker eruit te pakken. Als de klep helemaal open staat, is de hoek tussen de klep en de suikerbus 50 graden. Zie je ook in die tekening daarboven. De twee zijkanten van de klep zijn een deel van de cirkel met een straal van 10 centimeter. En de klep begint bij punt S op 4 cm hoogte. De hele suikerbus is 24 cm hoog. De vraag. Op de uitwerkbijlage is de zijaanzicht van de suikerbus zonder de klep op de schaal getekend. Teken op je uitwerkbijlage het zijaanzicht van de klep erbij. Oké, nou. Dit staat op je uitwerkbijlage waarbij punt S gegeven is. En er wordt in de vraag gezegd dat deze tekening op schaal is getekend. Met andere woorden, wij moeten zo meteen die kwart of dat cirkeltje, stuk van een cirkeltje, moeten we tekenen. Maar we moeten het op schaal tekenen, dus de juiste straal. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb de hoogte van dit vierkantje heb ik gemeten met mijn lineaal. En ik meette daar 6 centimeter. Want ze zeggen namelijk in de tekst dat de werkelijke hoogte van de suikerbus 24 centimeter hoog is. Nou, als ik dan 24 deel door 6, dan komt daar 4 uit. Met andere woorden, 4 is je vergrotingsfactor. Ja, want als hier op de tekening 6 centimeter is, 6 keer 4, ja, dan kom ik weer uit op de 24. Dus de schaal die hierbij hoort is 1 staat tot 4. Ja, dus 1 centimeter op onze tekening is 4 centimeter in werkelijkheid. Ja? Of andersom, de werkelijkheid wordt 4 keren kleiner. En daar gaan we naartoe, want zometeen moeten wij een straal tekenen van 10 centimeter. Nou, dat komt zo meteen, want wat ik als eerste ga doen, is die hoek van 50 graden afmeten. Nou, stap 1 is natuurlijk je geodriehoek pakken. Nou, en als je je geodriehoek pakt, leg hem dan zo tegen punt S neer. Ja, dus je hebt punt S en dan leg je hem daar zo tegenaan.
Nou, en dan ga ik 50 graden afmeten. Nou, 50 graden, we zien hier, zie je bij 10, daar zie je bij 20, 30, 40 en daar is 50. Nou, en daar zet ik een stipje neer en dan ga ik daar een lijntje naartoe tekenen. Zo. Dus met andere woorden, dit hoekje daar is nu 50 graden. Nu moet ik dus die 10 centimeter afmeten. Want er wordt gezegd vanaf punt S, hier op de tekening, is het 10 centimeter. Nou, op het moment dat ik weet dat mijn schaal nu 1 staat op 4 is, dan ga ik dus 10 delen door 4. Nou, het 10 delen door 4 is dus 2,5. Dus vanuit punt S ga ik dus een stipje zetten wat 2,5 centimeter is. Nou, en dat is dus daar. Ja, dus daar heb ik mijn stipje gezet. Nou, en dan ga ik vanuit punt S, daar zet ik mij, ik pak dus een passer, want ik moet dat kleine cirkelboogje moet ik gaan tekenen. Ik zet mijn scherpe punt op punt S, mijn potloodje bij dat puntje, en dan ga ik mijn cirkelboogje tekenen. Nou, en dan ziet dat er als volgt uit. Ja, dus nogmaals, je scherpe punt zet je bij S, en dan je potloodje bij het zwarte puntje, en dan ga je je cirkelboog tekenen. Nou, en dan heb je dus je zijaanzicht getekend van jouw bus, van je suikerbus, voor 3 puntjes. Nou, laten we kijken of dat ook juist is wat we nou net hebben gedaan. Dan wordt gezegd het tekenen van die hoek van 50 graden bij punt S. Nou, dat hebben we gedaan met, let op, een marge van 2 graden. Niet meer dan 2, hè, want anders wordt het echt fout gerekend. Dus zorg ook echt voor dat je potlood van je, of dat punt van je potlood echt geslepen is. Dat het niet zo'n hele dikke streep gaat worden. Het tekenen van de straal, ja, dus dat hebben wij gedaan van 2,5 centimeter. Want daar komt dus je schaal eigenlijk terecht. Hè. Op het moment dat je de juiste straal hebt, dan heb je dus ook de schaal bepaald. Nou, en dan natuurlijk gebruik maken van je passer, het tekenen van je cirkelboog. Ja, dus gebruik echt je passer bij deze opgave. Nou, en dat was dus opgave 20. Alright. Gaan we naar de laatste opgave van deze vraag. Bereken hoeveel vierkante centimeter de oppervlakte van één zijkant van de klep is en schrijf je berekening op. Nou, één zijkant van de klep. Ik pak heel even een ander kleurtje erbij. Zo. Dus we willen hier deze zijkant willen we dus gaan uitrekenen. Nou, let op, dit is dus een stuk van een hele cirkel. Nou, wat is een stuk? 50 graden. Een hele cirkel, en dan kan ik hem misschien ook gewoon even zo een beetje doortekenen. Ik weet niet of het dan heel duidelijk wordt. Maar stel nou eens voor, dit is een hele cirkel. Eigenlijk wat je dan gaat kijken, is hoe vaak dit pizzapuntje in die hele cirkel past. Nou, een hele cirkel heeft een hoek van 360 graden. Dus helemaal rond is 360 graden. Wanneer er wordt gezegd dat dat pizzapuntje maar een hoek heeft van 50 graden. Dus straks, als wij de oppervlakte van een hele cirkel uitgerekend hebben, en wij gaan 50 360ste deel daarvan uitrekenen, dan heb ik dus de oppervlakte van dat stukje. Maar dat gaan we als eerste doen, de oppervlakte van een hele cirkel uitrekenen. Ook al is dat te veel, dat is wel het slimste in dit geval om te doen. Nou, hoe kan ik de oppervlakte ook weer van een cirkel uitrekenen? Oppervlakte cirkel, pi keer straal in het kwadraat. Nou, pi keer, nou wat is de straal? Die is gegeven, 10 centimeter, dus pi keer 10 in het kwadraat. Typ ik in mijn rekenmachine, pi keer 10 in het kwadraat. En dat komt uit 314,159 puntje, vierkante centimeter. Want dit is nog niet mijn eindantwoord. Want dit is als ik een hele cirkel heb. Nou, nu heb ik dus 50 360ste deel wat ik wil uitrekenen. Dus als ik nou de oppervlakte uitreken van de zijkant. Zijkant van, de klep. Dan doe ik dus dat antwoord dat ik heb, 314
0,159. Hij staat nog in mijn rekenmachientje. Ga ik delen door 360 graden. Want dan heb ik namelijk wat 1 graad is. Ja, wat de oppervlakte van 1 graden is. Maar ik wil weten wat de oppervlakte is van 50 graden. Dus keer 50. Nou, dus dat antwoord wat ik in mijn rekenmachine heb staan. Gedeeld door 360. En dan keer 50. Nou, en dan komt er bij mij op mijn rekenmachine staan 43,6332 vierkante centimeter. Ik kijk heel even naar de vraag. Bereken hoeveel vierkante centimeter oppervlakte van één zijkant van de klep is. Schrijf je berekening op. Daar staat niet bij op hoeveel decimalen. Dus ik ga het afronden op 1 decimaal. 43,6 vierkante centimeter. Nou, en dan hoop ik dat dit mijn juiste antwoord is bij deze vraag. Gaan we kijken. De oppervlakte van een cirkel is pi keer 10 in het kwadraat. Nou, dat hebben wij gedaan. De zijkant is 15,360 gedeeld. Nou ja, dat heb ik dus uitgelegd aan jullie. En dan om het uit te rekenen, zeg ik hier 15,360 gedeeld van die 314. Nou ja, wat wij hebben gedaan is, wat is 1 360ste deel? En dan vermenigvuldigen met 50, dan heb je 15,360ste deel. Ja? Nou, dit was het onderwerp over de suikerbus. Nou ja, misschien ben je ergens toch tegenaan gelopen. Nou, laat me heel even weten. Vragen of opmerkingen, laat me ook even weten. Gaat het goed? Laat me ook even weten. Maar bereid je in ieder geval goed voor. En dan... hoor ik het wel als jullie me nodig hebben. Oké? Nou, heel veel succes!